Ik ben Antoinette Maas en ik ben hier namens de gemeente. Ik mag dit openen. Ik ben wethouder duurzaamheid en natuur en milieu en mobiliteit. En vanuit natuur en duurzaamheid is het natuurlijk een fantastisch project. Het is we zijn hier op de Botdragerdreef, dat iedereen het weet, in Kuik. En we gaan hier vanochtend vergroenen. Grijs eruit, groen erin. En dat past eigenlijk precies in het beleid waar we als gemeente, maar ook als waterschap. En we hebben mooi land en socium hier bij ons, waar wij voor staan. En ja, waarom nou groen? Het is niet alleen omdat het er gewoon mooier uitziet. Althans, ze vinden de meeste. Hè? Soms houden toch wel mensen van wat meer grind. Maar het is vooral ook gezonder. Het is wat koeler. We zijn eigenlijk bezig met heel veel plekken meer te vergroenen. Zoals je hier ziet, bomen brengen schaduw. Dat doen we op bedrijventerreinen. Dat doen we in woonwijken. Dat doet echt iets met de hitte. Maar als je het groen maakt, betekent ook meer insecten, meer vlinders. En eigenlijk voor de natuur, de biodiversiteit, is dat ook heel erg goed. Dus meer vliegen in één klap. Ik ben erg blij dat er zoveel mensen meedoen, want het is bovenal, en zeker met dit weer, ook nog eens enorm gezellig. Ik kom graag nog een keer terugkijken naar het resultaat. Eigenlijk is het natuurlijk wel fijn dat iedereen het een beetje bijhoudt, maar we hebben net de natuurvisie vastgesteld en er staat in dat je het ook wel mag laten verrommelen. Want dat is wel weer goed voor de natuur. Want juist doordat er wat extra, vaak komen dan wat bloemen en ik wil niet zeggen dat je alles moet laten veronkruiden, maar dat doet echt wel heel goed voor insecten. Dus dit is mijn aftrapje vanochtend. Ik wens jullie allemaal veel plezier, veel succes. Ik ben Petra Spanjels, de buurtverbinder van Mooiland. Welkom allemaal, maar vooral dankjewel voor de bewoners die hier wonen dat we bij jullie op het plein aanwezig mochten zijn. En wij zijn inderdaad, wat Antoinette vertelde, het waterschap en Socium, de gemeente en ook mensen van de IBN. Die komen jullie ook allemaal helpen en verschillende collega's, dus we gaan met z'n allen aan de slag. Waarom doen wij dit? Nou, Mooiland vindt dit ook heel erg belangrijk. Wij vinden belangrijk dat de straat ook wat groener wordt. We vinden het ook belangrijk dat er heel veel mensen meedoen. Want het samen buurt maken, elkaar op een andere manier weer ontmoeten, samen echt aan de slag gaan, dat doet het gewoon supergoed. Dat draagt ook bij aan de leefbaarheid. Wij zijn enthousiast. Dus wij wensen namens Mooiland jullie heel veel plezier. En maak er zelf met z'n allen een gezellige ochtendmiddag van. Maak de tuin mooi groen en maak er ook vooral bovenal een hele leuke dag van. En een gezellige dag. En we sluiten om 12:30 weer af met een kopje koffie. En er is ook een soort lunch of een kleine hapje zijn er. En om 1:00 eindigt dan de tuinvergroeningsactie. Dus veel plezier allemaal. Grijs eruit, groen erin. Dat is het motto van deze dag. En bij mij heb ik een van de mensen die heel belangrijk is. Jij bent? Ik ben Marloes van Uden. Marloes, wat is jouw taak? Waarom ben je hier vandaag? Ik heb samen met een medewerker van Mooiland dit hele project opgezet om met de buren samen een wat gezelligere plek te maken voor iedereen. Ja, dat is een van de redenen. Gewoon dat het er wat mooier uitziet hier en natuurlijk voor de natuur. Ja, inderdaad. Voor het water, dat het water netjes weg kan lopen. Het wordt koeler door vlinders, bijtjes, alles erop en eraan. Die kunnen hebben dan weer wat meer leefruimte, laat het zo zeggen. Ja, nou, hartstikke goed bezig. Hoeveel mensen doen er mee vandaag met deze actie? Ik denk een stuk of 15 woningen doen mee. Dus het is druk, je ziet het ook om je heen. Ze zijn allemaal lekker bezig. Ja. Ja. Heerlijk. En straks nog een heerlijke lunch als afsluiting. Ook heel goed voor het buurtgevoel hier. Ja, zeker. En dan is het lekker. Samen eten is samen dingen delen. Dus, Oké, nou, ik hou je niet langer van het werk dan. Hop, met die plantjes. Ja, dankjewel.